Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. Na de soepele winstpartijen versus Barack Obama en kapitein Schettino neemt Erik van Muiswinkel het in De Olieworstelaar het op tegen Erik van Muiswinkel. Een veel geduchter tegenstander. In een reeks schermutselingen over bijvoorbeeld UNESCO, topsport, openbaar sterven, vluchtelingen, China en Theo van Gogh laten zichzelf in 100 hilarische minuten alle hoeken van de ring zien. De voorstelling is gespierd cabaret van een theatrale mannetjesputter. Een grappig, grimmig en uitputtend man-tegen-man gevecht waarin de cabaretier zichzelf tegenkomt. Het opgeeft, toch doorzet en het publiek laat winnen. Stevige grappen, rake typeringen, relativeringen en mopperige terzijdes. Kortom, Erik van Muiswinkel op zijn best. Donderdag 19 mei in Theater Speelhuis. Achterom is een voorstelling voor goed volk, want goed volk komt achterom. Op vrijdag 2 oktober vorig jaar was de première van Achterom. Daarna trokken de drie Helmonders 7 maanden lang door het Brabantse land. Ze doen verslag van hun kruistocht. Hoe zijn ze de winter doorgekomen en zijn ze geslaagd in hun missie om Helmond op de kaart te zetten? Kortom, wat hebben de mannen beleefd? Achterom is ook nu weer een vrolijke voorstelling waar de lach in de buurt en een mooi lied nooit ver weg is. Natuurlijk hebben John, Maarten en Luc op hun tocht heel wat mooie foto's genomen. Zelfs van dat ene meisje. Op 20 mei nemen de heren afscheid. Er wordt een traantje gepinkt, maar er wordt ook samen met u gegeten en gedronken. Zoals het hoort als je achterom komt. Luc, John en Maarten met de voorstelling Achterom op vrijdag 20 mei in Helmond. Jenny Arian en haar rijke oeuvre zijn van onschatbare waarde in het Nederlandse theater en op de Nederlandse televisie. Vluchten kan niet meer, het is over, zing dan, het zijn inmiddels klassiekers geworden. De van oorsprong uit Beek en Donk afkomstige Marijn Brouwers oogste vorig jaar veel lof met zijn theatrale odes aan Frans Halsema en Charles Aznavour. In de pers werd hij een moderne chansonnier met een fris geluid genoemd. Jenny en Marijn kennen elkaar uit de musical Foxtrot uit 2001. Al zongen ze toen maar 5 regeltjes samen, het smaakte naar meer. Nu staan ze na 15 jaar weer samen op het toneel. In het sprankelende theaterconcert hoort u Jenny's eigen favorieten en spiksplinternieuwe liedjes voor en door Marijn. Jenny Arian en Marijn Brouwers op zondag 22 mei in Theater Speelhuis. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.